Hey, superleuk dat je kijkt naar deze video. Het is wel een hele belangrijke video, want hoe kun je in coronatijd en in oorlogstijd nog helemaal jezelf zijn? Of misschien kan het je wel helpen om juist jezelf te vinden. Helemaal, ik heb het hier opgeschreven, veranderen in jezelf. Dus hoe kan jij veranderen in jezelf door al die vreselijke toestanden die er om je heen gebeuren? Die helpen je juist om dat voor elkaar te krijgen. Want dit breekt een heleboel af in ons. Hè? En als je weet dat afbreken, het laatste, het loslaten eigenlijk, hè? Het laatste stukje is van een natuurlijk creatieproces, dan kan je daarna weer helemaal opnieuw beginnen. Ik ga het allemaal uitleggen, want het is misschien wel veel gemakkelijker dan je eigenlijk denkt. Want, wat is er aan de hand? Iedereen weet natuurlijk, sport is heel gezond voor het lichaam en ook voor onze geest. Sport is bewegen, hè, en dan kan je trainen, je kan jezelf zelfs steeds sterker maken. Maar dat kunnen we dus ook met onze geest. En hoe ziet onze geest eruit? Zo ziet onze geest eruit. We hebben een soort van tol in ons met allemaal verschillende lagen. En daar ga ik van alles even over vertellen. En in de volgende video's ga ik jullie veel meer hierover vertellen. Want, het is, want we komen dan in de wereld terecht van de creativiteit. En onze geest is, ja, het is zo geweldig. Als je eenmaal je geest, deze tol, je geest is eigenlijk een tol. Als je die in beweging zet, dan komen er allemaal verschillende creativiteitsniveaus komen dan, die gaan dan werken. En dan, ja, dan kom je, krijg je een soort van tornado-kracht in je, hè? Echt een creatiekracht. En dat is wat we willen. Kijk, dit is ons menselijke lichaam en dit is onze geest. En die moeten natuurlijk perfect samenwerken. En sport, dat weten we allemaal wel, maar kunst en geest, dat ligt heel dicht bij elkaar. Want wat gebeurt er als je aan het tekenen bent bijvoorbeeld? Hè? Dit hier werkt precies zo zoals onze geest werkt. Dus als jij gaat tekenen, dan komen al die verschillende creativiteiten, die komen allemaal, die gaan allemaal werken. En dan, dan word je super creatief en dan zet je je geest in bewerking. En dan krijg je elke dag krijg je inspiratie en je verwondert je. En dan ga je, wow, dan begin je echt, dan krijg je levenslust. Hè? En, dan, en vooral ontdek je wie je zelf bent. Je weet precies van, oh, dat zijn emoties in mij. Oh, dat is intuïtie. Oh, dat is meer mijn denken. En je kan lekker spelen met al die verschillende lagen. Ik ga het je even uitleggen wat voor lagen dit allemaal zijn. Want kijk, iedereen weet gewoon dat hij zichzelf is. Hè? We hebben, dat noem je bewustzijn. En die zit precies in het midden, eigenlijk op het niveau van ons denken. Dus ons verstand, onze intelligentie. En dat zit dus hier zo. Kijk, dit is deze. Die zit hier zo. Hier zit het zwaartepunt van ons zijn, van ons, hè? Dus dat is het bewustzijn in ons geest. Hè? Ik heb het allemaal over onze geest. En hierboven hebben we ons lichaam. Daar hebben we contact mee natuurlijk met onze geest, want anders zouden we niks kunnen doen. Dan hebben we de zintuigen. Hier zijn de emoties. Dan hebben we de intelligentie. Dan hebben we de intuïtie. Dan hebben we ons instinct. En daarna hebben we onze ziel. Dat is eigenlijk ons geestelijk lichaam, hè? Zoals ze dat noemen. Dus tussen lichaam en ziel, daar zit onze geest met al die verschillende niveaus. Dus, en om die allemaal in beweging te zetten, want kijk, ik moet even vertellen. Kijk, dit heb je dan hier zo. En op elk niveau, zeg maar, dus zintuigelijk, emotioneel, verstand, zit allemaal een soort van windmolentje. Deze. En als je die gaat ronddraaien daar zo, in jezelf, in je geest, dan ontstaat er, en dat noem je een natuurlijk creatieproces. Dus ga je zo ronddraaien. En kijk, ik heb hem hier zo, van soms ziet zo'n windmolentje eruit. Heeft altijd 9 punten in totaal. Ik noem dat bestaansaspecten, want ja, we bestaan en we zijn er dus. Al deze punten van het hele systeem bestaat uit 63 punten. En als je weet wat dat allemaal is, dus als je een bepaald gevoel hebt, of je hebt een emotie, of je denkt ergens aan, of je zit in een knel of zo, je hebt een soort van blokkade. Kijk, dit is een blokkade, nou, die kan overal zitten, zeg maar, tussen elk van die punten. Dan weet je dus precies eigenlijk van, hé, daar moet ik aan werken, of daar moet ik aan werken, daar moet ik aan werken. En dan kan ik dat hele tolletje weer in gang zetten. Zo kan je gewoon je geest trainen. Dus dat is echt super. Dus bijvoorbeeld,
intelligentie. Die zit hier zo in het midden. We gaan eventjes hebben over, want we gebruiken ons denken natuurlijk heel erg veel. We zijn altijd elke dag aan het denken en zo. Dus we zitten, daarom is dit ook het meest brede. Hè? Dus dat is dus hier zo, dit niveau in het midden. Waar ons bewustzijn ook bevindt, hier zo. Als we dan een natuurlijk creatieproces willen dit in gang zetten, dan gaan we eerst dromen, dan gaan we schetsen, dan gaan we uitwerken en dan gaan we afwerken. En dan denk je, ja kijk, ik heb hier zo dromen, schetsen, afwerken. En als je dat doet, dan gaat er iets draaien en dat is dat windmolentje. En dan gaat er dus eigenlijk heel veel creativiteit gaat dan, komt dan vrij en je krijgt een soort heleboel energie, creatieve energie ontstaat er dan. En dat werkt natuurlijk mee op alle niveaus, dus dan gaat alles meedraaien. En dat ontstaat al als je gewoon een beetje gaat tekenen zonder prestatiedruk, hè? Dus zonder dat je jezelf onder druk zet. Je moet echt gewoon op zo'n papiertje, moet je gewoon alles kunnen doen. En juist gewoon alles fout, alles laten mislukken, want dan ben je helemaal de baas in je eigen wereldje, dus in je eigen geest, moet je natuurlijk eigen baas zijn, hè? Want als je jezelf onder druk zet, dan dat gaat helemaal vastzitten en dat moeten we niet hebben natuurlijk. Hè? Dus ik ga in alle video's die komen, ga ik het allemaal nog veel verder uitleggen. Want er is oneindig veel over te vertellen. Zoals bijvoorbeeld dieren. Kijk, ons waterpunt zit hier. Hè? Wij communiceren dus ook met anderen aan de hand van onze intelligentie en zo. Maar dieren doen dat vanuit hun intuïtieve intelligentie bijvoorbeeld. Hè. Zo kan je voor alles en ik ga over alle punten ga ik vertellen en dan kom je er opzet achter. Want we hebben natuurlijk ook, als je een tal wil maken, heb je ook allemaal platen, huidplaten nodig. En daar zit ook weer allemaal, er is gewoon zo ontzettend veel, maar zo ontzettend gaaf. Want hierdoor krijg je inspiratie en hierdoor kan je van alles wat je denkt, doet en maakt, een kunstwerk maken. Dus helemaal van jezelf, van alles wat je maakt, van alles wat je denkt. En dan, weet je wat kunst is? Kunst is eenheid creëren, harmonie creëren. En daar zijn we echt nu aan toe. Want we hebben nou oorlog, we hebben corona en dat heeft allemaal een oorzaak. Dat komt omdat er geen harmonie is, er is geen eenheid. Hè? Dus als we allemaal onze geest en al die creativiteitsniveaus allemaal in gang kunnen zetten, dan zijn we super gelukkig. Dan begint er een vuur in ons te branden, dan hebben we licht in ons en dat kunnen we dan uitstralen en dat kunnen we dan uitstralen naar iedereen en dan kunnen we dan samen, zeg maar, kunnen we samenwerken en dan begrijp je ook andere mensen veel beter en dan kom je bij elkaar en dan krijg je dan krijg je een eenheid en dan ja, dat is eigenlijk wat we allemaal willen. En ik stop er nu eventjes mee, want begrijp je niet helemaal allemaal wat ik te vertellen heb of wat ik allemaal heb gezegd? Ga dan eventjes terugkijken en dan maar heel langzaam, ik beloof je, heel langzaam ontdek je wie je zelf bent en kun je dus veranderen in jezelf. Daar is deze tijd helemaal goed voor. Dit kunnen we leren. Dit is de tijd dat we dit moeten doen. En geloof me, als je eenmaal weet wie je zelf bent, dan komt er passie vrij. En dan krijg je een missie, dan krijg je echte doelen, zeg maar. Dan krijg je zingeving, dan weet je waarom je geboren bent, waarom je bestaat. En we gaan al die molentjes, met molentjes gaan we allemaal in ons laten draaien. Dat beloof ik je. Tot de volgende keer. Doei!